Yes, de poten zitten eronder. Goedemorgen. Ik durf echt bijna mijn hoofd niet te laten zien. Ik zie er echt zo slecht uit. Mijn ogen ook. Ze zijn helemaal klein en dik. Het is ook ongeveer hoe ik me voel. Het is 2:30. Dat betekent dat ik in principe 6 uur geslapen heb. En ik ben wel wakker geworden, maar ik ben niet uitgeslapen. Oh, het ziet er slecht uit. Man. Ellende. Ik ben echt nog steeds kapot. Ik was gisteren, toen ik in bed lag, deden mijn benen gewoon echt zeer. Echt bizar zeer. Terwijl ik niks deed, ik lag gewoon. En ik heb dat echt nog nooit gehad. Maar ik heb gisteravond natuurlijk echt 13 uur non-stop op mijn benen gestaan. Non-stop. En niet staan. Lopen. Man. En ik ben dus helaas in slaap gevallen. En de vlog is niet geüpload. Dus die is ook nog te laat. Dus voor jullie vorige week was die te laat. Oh, echt. Ik ben gewoon zo kapot moe. En dan het idee dat ik over 2 uur alweer moet werken. Ja, over 2 uur. Dat valt me zeer zwaar. Ik ga even een banaantje en een mandarijntje eten. Mijn vader komt zo om de poot onder de bank te zetten. Dat is wel echt super leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het er dan uitziet. En, En dan, ik moet morgen weer werken. Dat is het mooie. Maar we staan er met 2 collega's op. En normaal doe je zondag in je eentje. Dus misschien dat we de dienst splitten. Ik sta nu van 3:00 PM tot open dienst. En zij staat van 1:00 PM tot sluitdienst. Dus ik denk dat zij dan van 1 tot 7 of zo gaat doen. En ik dan van 7 tot sluit. Ik denk dat ze het zo gaan regelen. Vandaag is Sinterklaas intocht in het dorp. Dus het zal ook wel druk worden. Maar ik denk niet dat ik dat om 4 uur echt nog meekrijg. Ik ben echt kapot, jongens. Ik ga even rustig opstarten. En dan zie ik jullie zo weer. Oh. Kijk trouwens wat er met mijn nagels gebeurt. Ik heb er letterlijk een stukje van afgesneden. Dus als dit mijn vinger was geweest, dan was ik gewoon het topje van mijn vinger kwijt. Maar ja, ik ga hem nu eventjes kort veilen, denk ik dan. En dan, ik moet nog 2 weken, maar ik ga niet voor 1 nagel het laten repareren. Want ik denk dat het toch niet echt opvalt. Als ik hem gewoon, zeg maar, korter vel. Oh, dan had ik echt een stukje van mijn vinger gemist. Dat was echt. Maar ja, het moest zo snel en ik moest kaas snijden. En dan ga je echt als een malle gewoon door die kaas heen. En dan... Yes, de poten zitten eronder. En Jenny vindt het al helemaal fijn. Dit ziet er ook alweer heel anders uit, hè. Ik ga even iets naar achter. Deze stoel staat eigenlijk in de weg. Veel hoger en pontificaler of zo. Echt heel mooi. Ik heb dus gewoon zilveren pootjes. Zeg maar, ja, gewoon metaal, zilver gespoten. Hij staat. Nu is het nog een paar leuke kussentjes en ja, een beetje aankleden. En die schilderijtjes, er komen dus foto's boven de bank. Die heb ik bij de HEMA besteld. Die komen als het goed is wel 1 deze dagen binnen. Volgende week waarschijnlijk dan. En Ginny, papa wilde heel graag met de kitties knuffelen, maar de kitties vinden vreemde mensen nog niet zo fijn. Nee, en dan lopen jullie altijd heel hard weg. Ja. Daar gaat papa. Dag papa, bedankt. Gelukkig werd ik ondertussen opgemaakt, want het is ook 3:15. Dus ik ben over een half uur alweer ready to go. Ik heb nog steeds echt hele dikke ogen. Haha. Mijn wenkbrauwen zijn een beetje donker, gelukkig is aan mij. Hallo. Nou ja. Ik ben dus gisteren gaan douchen en dan ben ik met nat haar geslapen. Daar wordt mijn haar altijd echt heel raar van. Maar ik ga het gewoon strak op mijn kop zetten of ik vlecht het in en dan hoop ik dat je niet meer ziet. Ik zie er echt heel slecht uit. Maar dat heb ik al 3 keer gezegd. Ik heb alleen nog maar marmelade en een mandarijntje op, dus ik moet nog wel even iets eten ook. Ik zit op de fiets naar het werk. En dan zie ik jullie straks weer. Ik ga wel thuis eten. Dus ja, ik weet niet hoe laat, meestal een uurtje tussen 6 en 7 of zo. En dan ga ik even lekker bij de poesjes kijken. Ik ben zo weinig thuis. Ik heb dat uurtje thuis gewoon echt voor nodig dit weekend of zo.
Ik heb lekker even snel een carpacciootje voor mezelf gehaald. Het is een beetje donker, dus je ziet het niet zo goed. En ik ben ondertussen weer thuis. Ik heb een uurtje pauze, maar ik moest nog even naar de supermarkt. Want ik had verder niks gezonds in huis, behalve die vis. Maar ja, daar heb ik gewoon geen tijd voor om dat nu klaar te maken in het uurtje. En ik ga lekker voor het eerst op de bank eten. Oh man, echt. Ik ben zo, zo blij met die bank. Echt. Het is wel waar. Wachten doet smachten. En nu die er is, geniet ik er ook gewoon extra van. De herhaling van de Voices op tv, dus die ga ik even kijken. En ik ga ook een tosti maken, want alleen op een carpaccio kan ik natuurlijk niet leven. Zo ziet hij eruit met flits. Er is ook zowaar echt carpaccio, maar die zit er eventjes onder. Ik had eigenlijk niet zoveel, dus ik heb alleen maar sla, wat puinboompitjes, kaas en tomaatjes. Ik heb mijn jas alweer aan en ik ga weer aan het werk. Dit was echt een te kort uurtje. En dan zie ik jullie straks weer. Ik gok rond een uurtje of 4 s'nachts. Als alles een beetje mee zit. Ik kom net onder de douche vandaan. Ik ben uit het werk gelijk gaan douchen. Want ik dacht, ik wil zo snel mogelijk mijn bed in. Want het is gelukkig pas 5:08 ochtends. Het is vreselijk. De vlog komt over 22 minuten gewoon al online. En ik moet morgen weer om 2:00 middags beginnen. Ik hoopte eigenlijk dat we de dag zouden delen tussen 2 collega's. Maar ik doe nu gewoon de hele dag alleen. Dus dat... Wow, die katten zijn druk, jongen. Dat betekent dat ik om 2:00 middags begin. En waarschijnlijk rond 1:00 s'nachts klaar ben. Maandag ga ik echt bijslapen voor het leven. Zo gaat het dus, sinds de bank er is. Oh, oh, oh. Gekke beesten. Ik ga... Nou ja zeg. Dit is gewoon gevaarlijk, man. Gekke. Ja, ze klauwen wel in de bank, maar het is wel spelen, zeg maar. Het is niet alsof ze hem als krabpaal gebruiken. Als ze dat doen, dan krijgen ze gelijk het petsel en asses. Maar ik ga lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken en welterusten. Goedemorgen. Het is echt 8:30. Het is voor mijn doen heel vroeg. Met het ritme van werken tot 3:00 s'nachts.